Mijn naam is Cas van Arenonk en 18 jaar geleden hebben we Kirkman Company opgericht. Inmiddels hebben we in al die jaren, die 18 jaar, 5-6 BV's opgericht. Daar hebben we een ecosysteem van gemaakt en dat heet Powered by Meaning. Dus alles wat we doen staat in het teken van meaning, dus people of planet. Het aspect dat me echt aantrok in die Lightyear was dat het een systeemverandering was. Dat je helemaal geen fuel meer nodig hebt, maar dat je gewoon rijdt op zonlicht. Dat is ook fuel, maar dat is wel hele schone fuel. Daar wil je toch onderdeel van zijn als je dat kunt? Nou, ik kan dat. Dan wil ik daar toch onderdeel van zijn? Dat was voor mij echt een no-brainer. Dit moeten we helpen. Zeker een start-up met dit soort goede ideeën die ook al bewezen hebben de Solar Race al 3 keer te winnen. Ja, weet je, als die dan ondernemerschap willen hebben. Ik weet zelf hoe lastig het is als ondernemer in de eerste 3 jaar. Ja, die wil je dan wil je steunen naast het feit dat je gewoon een hele mooie auto voor cadeau krijgt. Door de manier waarop ze het doen, trekt heel veel mensen aan. Trekt mij aan. Maar trekt ook nieuwe partners aan, nieuwe medewerkers aan. Iedereen wil erbij horen en iedereen gaat er met dezelfde energie tegenaan. Vaak ook nog low cost, met een belofte verder. Ja, dat is ondernemerschap op en top om zoiets te realiseren. Ik heb niet nagedacht over wat mijn eerste trip zou zijn. Maar waar ik wel over na heb gedacht, wat mijn laatste trip zou zijn. Tot en met mijn 80s, zolang ik auto rijd, eigenlijk die Lightyear wil blijven rijden. Maar er komen nieuwe modellen, er komt de Lightyear 2, 3, 4, er komen concurrenten, alles komt op de markt. Maar die eerste systeemverandering, die eerste auto die dit allemaal teweeg heeft gebracht, die wil ik blijven rijden tot het einde.